evenementenbeleid is vastgesteld, onrust ten aanzien van asielzoekers en cameratoezicht in de gemeente. Dit is het maandelijks gesprek met de burgemeester. Meneer Wiene, welkom. Allereerst feliciteer ik u. Ja, de kustgarage. Nou, u raadt het al gelijk. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk ook wel fantastisch. Ja. Er is al heel veel positiefs over gezegd, maar dat je de meest prestigieuze architectuurprijs in Nederland, vorig jaar voor het Centraal Station in Rotterdam, gigantisch gebouw, gigantische uitstraling. En nu is de architectuurprijs 2016 toegekend aan de parkeergarage in Katwijk en ook de publieksprijs. Ja. Met overweldigende meerderheid van stemmen en de vakjury was unaniem. Men vond dit gebouw er gewoon uitspringen. En niet omdat het er letterlijk uitspringt, want dat is juist een gebouw precies. Wat in de natuur, als het ware, verwerkt is. Maar juist dat vindt men zo mooi gedaan, zo natuurlijk, zo in zijn eenvoud, tegelijkertijd toch ook heel erg gebruiksvriendelijk. Een gebouw wat precies is wat het moet zijn. Ja. En wij zijn daar heel erg trots op. Het geeft ook weer extra exposure, extra aandacht voor Katwijk. En voor de manier waarop wij proberen op een eenvoudige manier te werken met de natuur, maar ook kwaliteit te bieden. Kroon op het werk. Ja. Nou, even geen felicitaties, we blijven natuurlijk niet uitdelen. Er is wat onrust ten aanzien van asielzoekers. Ja. Vooral in de social media, op Facebook komen er berichten, mensen zouden worden bedreigd, handtastelijk. U krijgt vast die berichten mee. Ja, zeker. Soms komen ze ook rechtstreeks bij de gemeente binnen, bij mij. Soms niet, maar in alle gevallen, of dat nou rechtstreeks gebeurt of het gebeurt indirect, wordt daar echt heel direct op geacteerd door de politie. Die onderzoekt wat er aan de hand is, gaat in gesprek met de mensen en neemt maatregelen waar dat mogelijk is. Dus als duidelijk is van er is iets aan de hand, van wie zit daarachter. En we hebben ook veel contacten, hele korte lijn met het AZC. Een aantal van de dingen die je dan leest, kloppen niet. In hoeverre niet? Want nou, omdat mensen dan iets erop zetten waarvan geen enkele link met een asielzoeker of asielzoekers te vinden is, terwijl ze dat zelf wel doen in de berichtgeving. Maar een aantal gevallen kloppen ook wel. En dat nemen we zwaar op. Wat voor maatregelen worden er dan genomen? Nou, bijvoorbeeld er is een keer iemand die heeft zich misdragen. Dronken, misdraagt zich tegenover een taxichauffeur. Nou, die is door de politie aangehouden, heeft een boete gekregen. Maar die wordt ook bij het AZC zelf, wordt daar zeer indringend mee gesproken van de ontoelaatbaarheid. Dus het heeft dan absolute aandacht. Maar dat merken de mensen toch niet, want ze hebben het gevoel, nou meneer Wieners, die stopt het in de doofpot. Ja, dat jawel, maar goed, als je die beeldvorming, als je dat iedere keer maar blijft zeggen. Ja. Mensen moeten zich wel realiseren, van het is niet zo dat wij terug willen naar de middeleeuwen, waar we ergens op een marktplein iemand in een schavot zetten. Publiekelijk martelen of zo. Ik weet niet precies wat mensen dan denken. Echt, er wordt heel serieus mee omgegaan. En de reden is dubbel. Aan de ene kant omdat ik vind van elk misdrijf, overal waar iets gebeurt, daar moet je natuurlijk bovenop zitten. Er is geen reden om te zeggen van hier gaan we dan plotseling verschrikkelijk veel meer doen. Mm-hmm. Maar dit verdient om twee redenen toch extra aandacht. De ene heeft te maken met de asielzoekers zelf. Ik vind dat ze ook duidelijk moet zijn van je komt hier in een samenleving terecht waar we er bovenop zitten en waar we dingen niet maar laten lopen. Want als je dat doet, het begint met iets kleins, maar het wordt steeds groter. Ja. Dus je moet er echt bovenop zitten. Dit zijn nieuwe mensen in onze samenleving en ik vind het belangrijk dat ze ook worden aangesproken op hun gedrag. Eén voorbeeld, daar ziet niemand wat van aan de buitenwereld. Maar het is wel zo, er was sprake van schade die mensen hadden aangebracht. Ik bedoel, dat was niet moedwillig vandalisme, maar er was wel schade aangebracht. En dan wordt er gezegd, ja, die mensen hebben geen geld, dus die kunnen daar verder niks mee doen. Dat waren overigens statushouders. Ja. Ik heb gezegd, nee, aanspreken en laten betalen. En dat gaat dan via afbetaling, maar ze zullen er zelf voor betalen. Want er moet niet het beeld zijn van, ach, het maakt hier niet uit, want iemand anders regelt het wel. Nee. Je bent zelf verantwoordelijk en je wordt erop aangesproken en we zitten er bovenop. Ja. Dat is één. De tweede reden, dat is dat ik natuurlijk ook zie dat er een bepaalde sfeer ontstaat. Waardoor je gaat kijken naar asielzoekers alsof ze bij voorbaat al aan iets schuldig zijn. Dat is echt heel vervelend. Want sommige klachten hebben ook gewoon te maken van, ik zie asielzoekers.
En als je dan in je hoofd hebt van, oh, dus die zullen wel gevaarlijk zijn, of die zullen wel het op vrouwen voorzien hebben, of weet ik veel. Ja, dan ontstaat er een heel vervelende en ongemakkelijke sfeer. Dat, heeft u ook niet het gevoel dat dat nu toeneemt? Ja, dat neemt toe. En dat is dus de reden waarom ik ook vind van, jongens, laten we het nou bovenop zitten, om dit niet een eigen leven te laten leiden. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat we het serieus nemen. Die doofpotverhalen zijn echt volstrekte flauwekul. Echt, ik heb er geen ander woord voor. Mensen verzinnen het omdat ze kennelijk leuk vinden om dat te zeggen en om stemming te maken. Het slaat nergens op. Elk incident wordt heel serieus genomen. En waar wij kunnen optreden, doen we het ook. Ook ter bescherming van deze groep. Want ik wil niet het beeld laten ontstaan van deze groep. Die gaat zijn gang maar. En daardoor in de samenleving het beeld laten groeien dat we hier een heel groot probleem hebben. Dat is niet zo. Dus ik doe het als een signaal naar de asielzoekers zelf. Van jongens, wij letten er hier scherp op, dus gedraag je. En ik doe het als een signaal naar de samenleving van het is onzin. En als mensen zich nu niet gedragen, wat gebeurt er dan? Herhaaldelijk in ander gedrag vervallen. Ja, nou dat is in de eerste plaats, en dat zeg ik iedere keer. En dan zeggen mensen, oh, de doofpot. Want een incident met asielzoekers wordt al gauw opgeblazen. Er wordt ook heel veel incidenten worden direct aan asielzoekers toegeschreven waar asielzoekers niks mee te maken hebben. Als je dan uitzoekt blijkt dat er helemaal geen asielzoeker was. Maar op de sociale media zijn het asielzoekers. Want iemand heeft een buitenlands uiterlijk. Dus is het een asielzoeker. Terwijl dat helemaal niet hoeft. Als asielzoekers, maar dat geldt ook voor anderen, als die zich misdragen, dan hebben we daarvoor in Nederland een aantal strafmaatregelen, boetes en dergelijke. Daar zitten we bovenop. En we bespreken het met de leiding van het AZC, zodat ook het AZC de mensen kan aanspreken en kan duidelijk maken welk gedrag ontoelaatbaar is. Ja. Als mensen heel veel vragen hebben, kunnen ze altijd naar me toe komen? Zeker. En dat gebeurt soms ook, maar de meeste niet, terwijl ze wel precies weten te vertellen. Soms lees ik een berichtje, laat iemand me dat zien. En dan wordt aan mij iets toegeschreven, zo van de burgemeester deed dit of dat om het te verbergen. Het schijnt ook weer een van de protestacties te komen. En dan zeg ik van ja jongens, dit is echt flauwekul, want dit is nooit gebeurd wat hier nu gezegd wordt. En mijn bemoeienis waarover gesproken wordt, heeft ook nooit plaatsgevonden, is gewoon onzin. Ja. En dat is lastig, je vecht dus eigenlijk op twee fronten. Er gebeuren echt incidenten en daar zitten we bovenop. Maar aan de andere kant, er worden dingen gezegd die niet kloppen, maar die wel een bepaalde beeldvorming oproepen. En nou, daar hoort zo'n demonstratie eventueel ook weer bij om te zeggen van nou, er moet wat aan gebeuren, want het loopt allemaal helemaal uit de hand. Terwijl ik denk van nou. Maar goed, u zit er bovenop. Zeker. Ja. Goed, Katwijk, een ander punt. Katwijk heeft heel veel evenementen en om die in goede banen te leiden, zowel voor de bezoekers als voor de organisatoren, is er een evenementenbeleid. Dat is laatst weer herzien. Laten we even een aantal punten doornemen waar ook de organisatoren nogal mee kwamen. De eindtijden. Ja. Het is nu zo dat als je eerder wil stoppen, dan mag je wat langer. Aan de voorkant. Aan de voorkant. Ja, we hebben dus gezegd. Dus overdag van, dan. Aan de voorkant is overdag. Precies. We hebben gezegd van muziekevenementen in Katwijk die live muziek brengen, akoestische muziek, dus wordt versterkt. Daar moet je een bepaalde grens aan stellen, want dat vindt in de omgeving van woningen plaats en mensen hebben dan ook recht op een zekere bescherming. Dus we hebben gezegd 6 uur en dan is het goed geweest. Dan heb je een mooi concert gehad, 6 uur, dat is goed. En de eindtijd is 11 uur. Ook zaterdag, ook door de week? Ja, dat is de eindtijd. Dat is de eindtijd. En wij hebben gezegd van nou, er zijn organisatoren die zeggen eigenlijk willen wij heel erg graag toch wat langer. Dan kunnen we er net wat meer een soort dag van maken. Die 6 uur, die knelt ons een beetje. Ja. Toen hebben wij gezegd van ja, kun je daaraan tegemoetkomen? De gemeenteraad is daar ook gevraagd van is daar niet iets voor te bedenken? En toen hebben we gezegd van nou, dat kwam ook als een suggestie uit Valkenburg. Ja, van, stel dat je nou eerder stopt om 10 uur. De overlast is natuurlijk het grootst naarmate het 's avonds later wordt. Ja. Als je nou een uur eerder stopt, kan je dat dan niet belonen door te zeggen nou, dan mag je 7 uur. Dus dan begin je niet om 5 uur, maar dan begin je om 4 uur 's middags. Nee, niet om 4 uur. Dan zou je evenveel uur hebben. Dan hebben ze 6 uur. Een uur eerder stoppen en een uur eerder beginnen. Je gaat 1 uur eerder stoppen en je mag 2 uur eerder beginnen. Aha. Dus je krijgt dan een uur extra. Anders zouden we ook niks veranderen, want iedereen kon altijd al zeggen van we beginnen gewoon een uur eerder en we eindigen een uur eerder. Nee, 1 uur eerder stoppen betekent dat je 2 uur eerder mag beginnen. Dat betekent geen 6, maar 7 uur muziek. En daar zijn ze heel blij mee.
Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen, maar die mogelijkheid is nu geschapen. Ja. Even over die evenementen. 80 decibel stond er, maar ze wilden graag naar 83. Want ze zeiden, ja, als je 80 decibel hebt en je staat vooraan bij het podium, kun je nog met elkaar praten. Dat is niet de intentie van een popconcert. Is die norm ook verhoogd? Nee. Wat wij moeten doen is zorgen dat we de hoeveelheid geluidsbelasting, zeg maar, aan de gevels, die moet gewoon aanvaardbaar zijn. Het kan niet waar zijn dat je zegt van joh, je mag in je eigen woning zitten, het maakt ons niet uit, onze muziek gaat overal dwars doorheen. Er zijn bepaalde grenzen en die proberen we ook in de gaten te houden. Die zijn maatgevend. Dat betekent als je aan de gevel niet boven het niveau uitkomt, dan heb je dus hardere muziek, kan je doen op het podium. Maar als je aan de gevel aan de grens zit, ja, dan moet je daar rekening mee houden. En ik snap het probleem op die plekken waar de gevel heel dicht bij het podium zit. Ja. Ja, dat betekent gewoon dat daar minder mogelijkheden zijn. Maar we hebben gelukkig ook een aantal plekken in de gemeente waar je daar minder last van hebt. En daar zijn dus ook meer mogelijkheden. Ja. Dan verstrek van meerjarenvergunningen. Hoe ver is dat dan gekomen? Dat willen we zoveel mogelijk doen. We zijn bezig met een automatiseringssysteem. Dat is altijd zo, dus dat is vervelend dat het zo lang duurt. Maar goed, het kost ontwikkelingstijd. Om ervoor te zorgen dat dat wat identiek is, dat je dat als het ware gewoon kunt herhalen. En we doen nu al, dat is niet vernieuwd, dat was al zo. Als jij gewoon precies hetzelfde evenement hebt, dan kun je gewoon zeggen, ik wil hetzelfde evenement doen in die jaren. Voor beide partijen gewoon makkelijk. Ja, absoluut. Ja. Zondag opruimen. Haringrock wil graag zondagmiddag opruimen. Wordt niet toegestaan? Nou, wij zeggen van hou nou zoveel mogelijk rekening met de zondagsrust. Alleen, dit is nou echt een heel lastig dilemma. Dat concert dat loopt tot zaterdagavond laat. En dat is echt groot. Dus dat betekent er zijn flink wat hulpmiddelen nodig. Een podium, apparatuur, noem maar op. Dat wordt met vrachtwagens aangevoerd, maar ook weer afgevoerd. Moet afgebroken worden. Dat kost tijd. Als je zegt van dat moet zondagmorgen 8 uur klaar zijn, dan wordt er de hele nacht moet er keihard gewerkt worden. Mm-hmm. En dat brengt ook het nodige lawaai met zich mee, vrachtauto's. En dat gebeurt dan terwijl er daar ook mensen in de omgeving zitten. En wij hebben gezegd van nou, het moet op een redelijke manier uit te voeren zijn. Wij vinden het niet redelijk om te zeggen van laat het maar het hele weekend staan, want dan moet het hele weekend bewaakt worden. Want ja, het is dure apparatuur, geld. Dat kost geld, maar niet alleen geld, het is ook werk. De reden om het op zondag niet te doen, dat is overlast, maar ook geen werk op zondag. Maar ja, dan laat je dus op een andere manier werken op zondag. Dus we hebben zoiets van jongens, we moeten daar ook een beetje nuchter mee omgaan. Probeer de kosten in de hand te houden. Probeer ook de mensen de gelegenheid te geven om op een fatsoenlijke manier af te bouwen, zonder dat dat 's nachts tot veel overlast lijkt. Hmm. En dat kan betekenen dat er, en de organisatoren zeggen ook, wij willen echt zoveel mogelijk rekening houden met de gevoeligheden, maar dat kan betekenen dat je ook op de zondag nog afbouwactiviteiten hebt. Ja. Waar is de gemeente nou niet aan toegekomen wat betreft het evenementenbeleid? Waar hebben jullie gezegd van nou, daar gaan we niet in mee met de aanvraag? Nou, er was een vraag, kunnen wij niet de entree van strandpaviljoens, die hebben we. We hebben gezegd ze mogen langer open zijn. Ja, dat is horecabeleid. Precies. En toen hebben we gezegd van ja, maar het is op het strand. Het is horecabeleid op het strand. En toen werd er gezegd van ja, zouden we nou niet ook dan langer het publiek mogen ontvangen? En daarvan hebben we gezegd van die kant willen we niet uit. Er was ook een discussie in de gemeenteraad, mm-hmm. Want een aantal partijen zeiden van joh, doe niet zo moeilijk als iemand om 22:30 s'avonds lekker over het strand loopt en nog even koffie wil drinken, waarom zou je die niet toelaten? Nou, in de eerste plaats, op de meeste plekken krijg je helemaal geen koffie meer om die tijd, want dan is de machine al uit. Maar goed, los daarvan, wij hebben gezegd van waar het ons om gaat is, wij willen niet een tweede horecagebied hebben, waar net als in het centrum de jeugd ook uitgaat. Dan wordt het een uitgaansgebied, dan krijg je een heel ander karakter. Het past niet bij het recreatiekarakter van het strand en de natuurwaarde van het strand. Als je daar die strandhuisjes hebt, dan wil je dat daar 's avonds ook rustig gaat ontstaan. Mm-hmm. En dat het geen uitgaansgebied wordt. Degenen die zeggen van joh, laat nou gewoon die entree helemaal vrij. Die zeggen ja, dat heb je toch zelf in de hand, dat wil toch niemand. Dat weet ik niet. Nee. Ik sluit helemaal niet uit dat voor bepaalde exploitanten het interessant kan zijn om die doelgroep aan te boren. Ook geen optie om toch eens het 1 jaar aan te kijken? Nee. Want dan denk ik van, volgens mij hebben we een heel heldere lijn. Het strand heeft een bepaalde horecafunctie die we echt de ruimte hebben gegeven. We hebben de exploitanten veel meer mogelijkheden gegeven. Ook om avonden te organiseren voor besloten gezelschappen, et cetera.
Alleen het moet geen uitgaansgebied worden voor de jeugd op de late avond. Eigenlijk vindt iedereen dat en wij zeggen laat het dan gewoon bij de regels zoals we ze nu hebben op dit punt. Ja. Met de uitbreidingen die er dus wel zijn. Ja, precies. Ja. We stappen even van het evenementenbeleid af naar, we blijven in het centrum, naar de cameratoezicht. Hoe verloopt dat? Komen er sowieso meer camera's bij? Daar zijn we wel naar aan het kijken, maar niet speciaal voor het centrumgebied. In het centrumgebied loopt het heel goed. Er worden daar in de weekenden worden de camerabeelden live bekeken. Dat gebeurt in het politiebureau van Noordwijk. Daar zit iemand die door de gemeente Noordwijk en Katwijk... we hebben er, ik dacht, 5 in Katwijk hangen. Die worden bekeken samen met die van Noordwijk in het politiebureau van Noordwijk. Daar betalen wij samen aan met de gemeente Noordwijk. En degene die de beelden bekijkt, die geeft de signalen ook direct door aan de politie op straat. Dus die krijgt op hetzelfde moment niet te horen van joh, er is daar wat aan de hand, ga daar meteen naartoe. Dat werkt heel goed. Wij zijn er heel tevreden over. De politie is er ook heel tevreden over. Die zegt van dit helpt ons echt. We zijn er overal veel sneller bij. En, dat is het tweede punt, als er iets aan de hand is en je komt daar vlak nadat het gebeurd is. Ja, de een zegt dit, de ander zegt dat. Hoe is het precies gelopen? Ja. Heel moeilijk te reconstrueren. Maar nu hebben we beelden, dus dan wordt er teruggekeken. En dan zien we precies wat er aan de hand is. En dat geeft zoveel extra informatie. Dat helpt om mensen te kunnen aanspreken die zich misdragen hebben. Want je ziet precies wat er gebeurd is. En flauwekul verhalen, die hebben dan geen zin. Nee. Ook als er criminaliteit is of als er iets, een incident gebeurt. Los even van die uitgaanstijden. Dan kan er ook gezegd worden, wacht even, er is daar ingebroken of er is daar iets aan de hand. Draaien ze de hele dag of alleen maar tijdens de... Ja, ze staan er en die beelden worden ook weer vernietigd. Maar op het moment dat er gezegd wordt, joh, er is iets gebeurd, dan zijn ze er nog. En dan kunnen we ze veiligstellen en dan kan er naar gekeken worden. En dan kan je op basis van die beelden, heb je ook weer extra materiaal voor de politie om dingen op te helderen. U zegt 5, dat is voldoende in het centrum? Voor dit moment is het goed. En wat wij aan het bekijken zijn, daar is ook wel naar gevraagd. Dat is, zijn er misschien meer gebieden waar je eventueel met zo'n camera dan zou willen werken? Daar ga ik nou op het ogenblik niet over spreken. Wel in Katwijkzee? Ja. Daar is ook gezegd van, nou, misschien zou je het gebied nog iets kunnen uitbreiden. Aan de andere kant, er zijn kosten aan verbonden. En we willen ook niet de hele gemeente volhangen met camera's. Dat is ook een beetje onzin. Dus... nou, dat is een afweging die we moeten maken. Ja, ja. Tot slot, we hebben het over haven 2 alles meer gehad. Nu komt het wat positiever in het nieuws. Er is weer een overeenkomst getekend en gaat weer gebouwd worden. We gaan weer door. Ja. Dat is verheugend nieuws, maar... Zeker. Nou, ik heb daar eigenlijk geen maar bij. Er worden 42 woningen gebouwd. En ik denk dat we weten, of althans iedereen heeft kunnen volgen, dat er best een aantal dingen niet goed gegaan zijn. In de zin van kosten die opgelopen zijn bij dit project. Maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat daar een mooie wijk ontstaat, dat er woningen gebouwd worden waar veel behoefte aan is. Ja. En nou, er mogen dingen niet goed gegaan zijn bij het saneren, dus het rioleringswerk wat er gebeurd is, in de zin dat de kosten te hoog opgelopen zijn. Maar het gaat nu door. Maar het gaat wel door en er komt daar een prachtige wijk. Ik weet niet, degene die het zien, de woningen die al gerealiseerd zijn, de zorgwoningen. Als je die ziet, dan zeg je van, joh, prachtig. Echt een mooi wijkje, mooie straat, de burgemeester Bosstraat. Dat wordt nu weer verder uitgebreid. En ik denk dat dat echt iets van waarde toevoegt aan Katwijk. En dat veel mensen weer blij zijn met de mogelijkheid voor nieuwe woningen. Ja, nou, we begonnen met de felicitatie. We eindigen ook weer met een positief punt. Heel mooi. Nog één uitzending te gaan voor de zomerstop. En heeft u dan nog een vraag, mail het dan naar burgemeester@rtvkatwijk.nl. Ik dank u voor het kijken en ik wens u nog een hele fijne week.